Voor mij, ik vond het heel erg moeilijk om zelf in het Erasmus te liggen en mijn dochter in het Sophia Kinderziekenhuis. We zijn 3 dagen zonder elkaar geweest nadat ik eigenlijk het hele traject, haar hele ziek zijn, altijd naast haar ben geweest. En na de transplantatie, ik ging natuurlijk van 100 naar ongeveer 50% nierfunctie. En dat zou langzaam zou dat beter worden. Met een dochter die van 0 naar 100 ging. Ja, dat maakte het dat we na 3 weken in Blijdorp liepen en ik daarna een week moest herstellen en zij het liefst de volgende dag nog een keer ging. Nee, ik heb geen rust gepakt. Nee, ik ben moeder van 3, maar ook alleenstaande moeder. Dus ja, rusten zit er dan niet in als moeder. Dus je gaat door en door en door voor je kinderen. En nu, 2 jaar later, heb ik eigenlijk pas de hulp gezocht die ik toen eigenlijk al nodig had. Toen dacht ik dat ik het wel zelf aan kon. Ik had niet verwacht dat het zo'n impact zou hebben. Dat het zo'n impact zou hebben. Ik dacht, die nier halen we eruit en dan gaan we verder met ons leven. Maar inderdaad, dat het een hele zware periode is, heb ik haar wel 2 keer het leven mogen geven. Daar ben ik super dankbaar voor. En als het een 3de keer had gekund, had ik dat ook zeker gedaan.